Hallo, hier is Ben weer met een filmpje over bijen in de bijenkast. Samen met Berry heb ik dit filmpje gemaakt. We gaan zo kijken naar de drie soorten bijen die we tegenkomen in de kast. Er is maar één koningin, die legt de eitjes voor de nieuwe werksters en de nieuwe darren. Er zijn heel veel werksters in de bijenkast, soms wel 20.000, vooral in de zomer. En er zijn ook darren in de kast. Dat zijn de mannetjes. Dat zijn er niet zoveel. En dat zijn er soms maar een paar honderd of misschien 1000. En dan heb je het echt wel gehad. Darren zorgen voor de voortplanting. Dat zijn de mannetjes. En als er een nieuwe koningin geboren is, dan gaat die koningin vliegen. De darren vliegen ook de lucht in. En die proberen dan met die koningin te paren. Nadat ze gepaard hebben, dan vallen de darren dood neer. Gelukkig overleeft de koningin het vaak wel en die komt dan terug en die heeft dan voldoende zaadjes om heel veel nieuwe bijtjes te leggen. En waar is die daar dan? Waar zijn ze dan? Nou, meestal vind je ze een beetje aan de randen. En hier ook zie je één grote dar zitten. Je herkent hem daar aan de ronde achterkant en de ronde borst en de andere bijtjes, die zijn veel spitser. Nou, ik hoop dat je het weer een leuk filmpje hebt gevonden. Kijk ook naar de volgende filmpjes. Af en toe een duimpje omhoog of een abonnement vinden we heel erg leuk. En dan zien we elkaar weer bij het volgende verhaaltje. Dikke doei!